Yo mensen, Riley hier met vandaag weer een nieuwe autootje van de Ill-Gotten Gains update. Dus de tweede update van de Ill-Gotten Gains. Dit is de auto. Even kijken. De Cole Brawler of rood auto. En ik vind hem echt ziek. Zeker de bovenkant, zeg maar, dus de auto zelf. Is echt ziek, maar gaan we even tunen. Ik ben echt benieuwd wat je eigenlijk allemaal kan. Voor mij kan je best wel veel met deze auto. Ik vind hem echt ziek. Deur gaat normaal open, en verkeerde deur gaat gewoon opzij open in een normale auto. Dus dat is wel niet zo heel boeiend. Maar hij is wel ziek, ik denk dat het best wel snel kan op zich nog. Als jij hem volledig tuned dan, hè. Dus voor off-road denk ik dat deze best wel een goede auto is om er ook voor te racen. Merk ik nu al dat het best wel snel is. Maar we gaan hem even tunen. Ik vind hem echt mooi hoor. Ik vind hem echt speciaal. Vooral de bovenkant vind ik echt een speciaal dingetje. Je ziet ook niet echt of het een Jeep is, hè. Ja, je ziet altijd een Jeep aan de bovenkant. Echt gewoon... Ja. Ik vind het wel grappig. Maar ik ben benieuwd wat kan je tunen. Want er zijn best wel veel aanpassingen van deze auto kunnen zijn. Nou, de rem is heel slecht zo te zien. Jezus. Druk knopje vol in. Oh, oh, de remmen ga ik even gelijk tunen. Want dat is echt drama. Oké. Okay. Nou, de armor ga ik gewoon gelijk zo doen, dat is allemaal geen probleem. Bumpers. Ah. Oh shit. Ja, kijk, deze auto vind ik een beetje een sport jeep achter moet ik houden. Dus dan neem ik deze. En de achterkant. Ja, het heeft wel wat om dit te hebben hoor. Maar zoals ik al zei, de auto vind ik een beetje sportachtig, zeg maar, qua jeep zijnde. Dus ik doe dan gewoon deze. De chases. Ah, nou, dan gaan we... Oh, zo ziek. Dus ben ik zoiets sportachtig. Dus dan gaan we dat sowieso inzetten. Wat is dit? Oh, engine. Dat boeit niet... Is dat nieuwe? Ah. Even kijken. Dat ligt ook zo. Hoeft geen nylon onder. Dat boeit niet heel veel. Respray. Dus kijk hoor. Secondary, kijk wel als ik rood bijzet wat ik dan krijg. Oh, rood de andere kant op. Oeps. Oh, dat is wel ziek. Kijk dit. Oké, okay, dat gaan wij doen. Dan gaan we de dak even kijken. Wauw. Als je al die grote dingen, die banden hebt, dan heb je echt zo'n bumperauto, echt zo'n bunker. Oh, ik twijfel tussen deze twee, wat zou ik doen? Nou, ik doe gewoon deze. Hoe laag gaan we zetten? Oh, dat is wel grappig, dat is wel grappig. Transmission. Turbo. Wielen zijn gewoon goed eigenlijk. Ja, die zijn voor de eerste keer goed, zo. Oh, dat is mooi, joh. Dan gaan we even terug naar de garage heen, een beetje gas geven. Oh, hij is echt ziek hoor. Oké, okay, we gaan even kijken, first person. Oh ja, hij is echt ziek. Kun je die lichten bovenaan ook aan? Oh ja, hij moet donker zijn. Dan kan je de lichten bovenaan ook aan kunnen. Ik denk het niet. Dat zal ziek zijn eigenlijk. Oké, okay, wat is mijn garage? Ik ben de weg kwijt. Ik ga maar deze kant op. Kun je de weg niet nog ineens, joh. Oké. Okay. Hij rijdt best soepel, remmen. Geef hem proberen te remmen. Moment, mag deze auto niet raken, ja? Oké, okay, de rem is heel slecht. Dus daar moet je niet op vertrouwen. Het is echt heel slecht. Kijk hier. Heel lange rem weg, dus... In mijn garage, ik heb helemaal verkeerd gereden, denk ik. Oh nee. Maar het is echt heel slecht te remmen. Dus daar moet je niet op vertrouwen. Maar voor de rest is het een zieke auto. Hij kostte in singleplayer kostte 750.000 zeg maar. 750k. Dus ik weet niet hoeveel hij in multiplayer kost. Dan moet je zelf even uitvogelen. Dat is niet zo moeilijk. Dus in ieder geval, zo meteen nog een andere auto. In een andere video natuurlijk. Dus in ieder geval, like achter. Abonneer natuurlijk voor meer. En dan zie ik je vanmiddag weer met een andere autootje. Tot vanmiddag, hè.